Hey allemaal welkom bij de Sell Your Gold Challenge. Super leuk dat je meedoet. Ik wil heel graag in de komende dagen jou helpen om jouw verhaal over sales te herschrijven. Er gewoon een ander beeld bij te krijgen. Um, als je meedoet aan deze challenge heb je waarschijnlijk. Of je hebt moeite met verkopen, of je voelt ik wil meer gaan verkopen dan ik nu doe. Of ik wil misschien wel überhaupt starten met iets te verkopen. Um, ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wat mijn aanbod nou precies is. Ik heb mijn doelgroep nog niet super helder. Het kan van alles zijn. Of je hebt al wel klanten en je bent er eigenlijk ook al hartstikke blij mee, maar je wil naar het volgende level. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Um, op elk level hebben we hier mee te maken. Het maakt niet uit of je veel klanten hebt of weinig klanten. Of ze veel betalen of weinig betalen. Elk level... Krijg je weer zo'n beetje zoiets van oei, oei. oei En hoe moet ik dat nu weer gaan aanpakken? Wat moet ik nu gaan aanbieden? En wat moet ik daar dan weer voor gaan vragen? Het maakt dus eigenlijk niet uit waar je op dit moment staat. Maar het is wel belangrijk voor jezelf te weten hoe denk ik erover? Voelt het voor mij stroperig? Vind ik het ingewikkeld of gaat het me al makkelijker af? Nou, als het die echt makkelijk af zou gaan, zou je niet meedoen aan deze challenge. Dus ik ga ervan uit dat je er een uitdaging op hebt of dat je er in ieder geval op wil verbeteren. Als je er al 1% op verbetert, moet je je voorstellen wat dat met je inkomst gaat doen. Um, we zijn tenslotte um, een business aan het runnen, we zijn geen hobby aan het hebben, dus verkoop hoort erbij. Um, maar kan het ook leuk, kan het ook makkelijk, kan het ook fun zijn? Dat is de vraag. En uh, ik heb er wel wat ideeën over die ik heel graag met je wil gaan delen in deze challenge. Um, ik heb een boel met je te delen. Ik heb leuke opdrachten voor je voor vandaag al. Um, dus ik ga gewoon starten. En uh, zet deze video op pauze als je eventjes uh, wil gaan schrijven en nadenken. It's all good. Um, en yeah. ja, let's go. Ik zal even kort vertellen wie ik ben. Ik ben Kat Koono. Mijn bedrijf heet Chicarica Producties en Chicarica staat voor Rijk Meisje. Dat is hoe ik mij voel. Ik ben gezegend met het feit dat ik uh, uh, altijd zie wat er wel is en niet wat er niet is. Ik kan heel erg genieten van het leven. Um, ik help andere ondernemers met het ontdekken en vinden van hun goud, dat wat hen uniek maakt en dat wat zij kunnen doorgeven aan anderen. En dat goud, dat smelt we eigenlijk om naar of een aanbod of een verhaal wat je dan weer kan delen met anderen. En dat kan je dan delen bijvoorbeeld in boekvorm, maar dat kan ook zijn in een internationale speech, of in een podcast, of in een blog, of in content voor social media, of whatever works for you. Um, als je je verhaal maar deelt. Het maakt me niet uit hoe je het doet. Uh, ik deel mijn verhaal uh, onder andere in blogs. Ik ben in 2005 begonnen met bloggen. Um, ik ben podcast host. Ik heb uh, een heleboel uh, ondernemers inmiddels al uh, geïnterviewd en gevraagd naar wat maakt nou een, een Rijk Wat is nou datgene waar jij echt heel veel energie van krijgt en waar je blij van wordt en waar je ook de wereld mee kunt verrijken? En dat vind ik altijd super interessant om te weten. Um, als goudzoeker haal ik het goud in mensen naar boven. Ik, ik ben heel goed in zien waar nou jouw kracht zit, waar jouw unieke kwaliteiten zitten... en hoe je die kan omzetten naar iets waar andere mensen ook iets aan hebben. Um, verder hou ik van reizen, het liefst in mijn eentje... zo ver en zo lang mogelijk als het kan. En dan van daaruit werken. Ik doe niet aan vakantie, ik doe altijd een workation. Combineer reizen en werken vanuit het buitenland. vind ik heerlijk om te doen. Ik um, doe veel één-op-één coach, maar ik heb ook een online programma. En dat is prima te combineren met het reizen. Um, verder hou ik van levens genieten. Doe more of what makes you happy. Dat is ongeveer mijn lijfspreuk. Want ik geloof dat waar je energie aan geeft, dat wordt meer. Where focus goes, energy flows. Dus als je heel veel aandacht besteedt aan dingen waar jij blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je je rijk door voelt, dan ga je je vanzelf nog rijker voelen. Um, ik heb dat zelf aan de lijf ervaren. Um, ik heb in 2005 de diagnose chronische leukemie gekregen en ik had altijd te weinig energie. En sinds ik mij uh, ben ga focussen op wat mij energie geeft, heb ik meer en meer energie. Kortom, dat werkt. Um, waarom ga ik deze challenge over sales uh, met je doen? Uh, ben ik dan zo'n uh, salespersoon? Heb ik daar dan zoveel verstand van? Ben ik dan een uh, ondernemers- uh, of businesscoach? Nee, zo zou ik mezelf niet willen noemen. Maar ik heb wel veel ervaring met verkoop. Ik ben in totaal tien jaar boekverkoper geweest. Um, ik heb in uh, diverse boekhandels gewerkt, grote boekhandels, uh, beroemde boekhandels. En um, ik heb heel veel boeken en pennen verkocht. Um, nou ben ik wel iemand die alleen iets kan verkopen waar ik echt achter sta. Dus ik ben niet in die zin geen echte verkoper. Uh, maar vanuit enthousiasme verkoper, daar geloof ik heel erg in. Um, ik heb ook boeken um, gecreëerd samen met schrijvers um, en met klanten die ik nu op dit moment heb, coaches, uh, coachklanten, um, creëren we ook heel veel boeken. Um, dus ik heb de, de allebei de kanten van het boekenvak uh, uh, gezien, de kant van het verkopen en de kant van het creëren. En daarnaast heb ik uh, op reclamebureau gewerkt als accountmanager voor Marsh International en uh, Douwe Egbert en uh, Senseo. Onder andere. En um, ja, heb ik ook heel veel koude sales moeten doen in mijn uh, carrière. En uh, dat was best wel pittig. En daarbij heb ik ook geconcludeerd dat is niet mijn ding. Maar um, ja, sommige mensen vinden het heel leuk om te doen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, ik heb in ieder geval alle kanten van dat vak ook wel gezien. En um, ja, uh, uiteindelijk geloof ik er heel erg in dat je iets moet doen wat bij je past. Uh, verhalen zijn de rode draad in mijn leven altijd al geweest. Ik heb film en televisiewetenschappen gestudeerd, uh, ben dramaturg. Uh, dat betekent dat je scripts leest en dan kijkt of dat ze ook verfilmbaar zijn. Um, en ik heb uh, natuurlijk uh, in mijn uh, ondernemerscarrière heel veel ondernemers geholpen met het schrijven van hun verhaal, maar ook met het schrijven van teksten, van webteksten, uh, onder andere social media teksten. En um, ja, het delen van hun verhaal in een internationale speech of in een podcast. Kortom, uh, verhalen die je zelf vertelt, um, hoe, je, um, hoe je denkt dat je bent, vind ik heel interessant. En ook verhalen die een ander vertelt over wie jij bent. Um, eigenlijk is alles een verhaal. En ook het verhaal dat je hebt over sales is een verhaal. En het hoeft niet de waarheid te zijn. Um, we gaan even gauw door met de eerste opdracht. En uh, ik ga mezelf even uit beeld halen, want ik word afgeleid door mijn hoofd. Um, namelijk de opdracht 1. Hoe zie jij sales eigenlijk? Wat is jouw verhaal over sales? Waar sta je op dit moment? Uh, wat zijn je gedachten over sales? Heb je daar een heel negatief beeld bij? Uh, valt het eigenlijk wel mee? Heb je ook wel positieve ervaringen? Wat is jouw verhaal over sales? En is dat een verhaal wat van jezelf is? Of is dat een verhaal dat je misschien vanuit huizen uit meegekregen hebt over sales? Dat het stom is, dat, het, uh, uh, dat, er, ja, dat je echt uh, uh, niet verkoperig mag zijn... of dat je niet mensen mag overhalen of dat je geen salespraatjes mag doen... Um, wat, is je, wat zijn jouw ideeën daarover? Zet dat eens op papier. Probeer dat eens voor jezelf wat helderder te krijgen. En dan de volgende opdracht daarbij is: wat zou je willen op dat vlak? Waar, hoe zou jij over sales willen denken? Zou je willen dat het makkelijk voor je is? Zou je willen dat het, dat het geld binnen zou stromen? Dat het geld tegen de plinten aanklotst? Wat zou je willen? En um, waarvoor zou je sales uh, goed willen kunnen? Wat, hoe, hoe zou dat jou uh, laten voelen? Wat, wat, wat is uh, het verhaal wat je over sales zou willen hebben? Um, en dan natuurlijk de, de belangrijke vraag: wat staat daar in de weg? Welke draken, beren, obstakels houden jou tegen om dat verhaal over sales te veranderen? En dit is best wel een pittige opdracht meteen al, maar het helpt heel erg als je hier inzicht in hebt, als je dit voor jezelf helder hebt omdat op het moment dat je het herkent bij jezelf, op het moment dat je sales wil gaan doen, op het moment dat je iemand gaat benaderen en je weet van, oh ja, dit staat me in de weg. En je weet waar je naartoe wil, wordt het makkelijker. En je weet ook, oké, okay, dit is mijn draak of mijn beer, die moet ik eventjes uh, even herkennen. En op het moment dat je het herkent, kun je er ook mee omgaan. En wordt het makkelijker voor je? Uh, staat die minder uh, in de weg? Um, en uiteindelijk, hè, door te oefenen en door het vaak te doen, door het gewoon relaxed over te denken, wordt het probleem kleiner en kleiner en kleiner. En is er uiteindelijk helemaal geen probleem. En word je hier hartstikke goed in. Um, oefening baart tenslotte uiteindelijk toch echt kunst. Dus, um, dat is de positieve gedachte waarmee ik hiermee uh, wil, uh, wil uh, motiveren. Om het gewoon te gaan doen. En alle smoesen die je hebt, gewoon eens even op papier te zetten. Wat zijn nou die smoesen? Kom maar door. Um, superleuk als je dit uh, met me wilt delen ook. mag altijd mij even een berichtje sturen. Een DM'tje op Instagram. Als je me daar volgt. At katkolno met een t aan het eind. Of uh, via mail. Kat um, Waarom doe je eigenlijk sales? Waarom moeten we dit allemaal gaan doen? Waarom moeten we onszelf allemaal zo blootstellen aan deze teleurstellingen? En de nee's die je allemaal gaat krijgen? Want uh, ja... Natuurlijk ga je nee's krijgen, want zo werkt dat nou eenmaal. En uh, ja, wat is nou eigenlijk het nut van het hele gedoe? Nou, business min sales is hobby. Dus met andere woorden, als jij geen sales doet, dan heb je geen business. En dat mag natuurlijk, dat is helemaal prima. Als jij een hobby wil hebben, be my guest. Maar. Er zijn zoveel mogelijkheden. Er ligt zoveel voor ons in het verschiet. Als we sales wel leuk gaan vinden, als we business plus sales gaan doen, als we gaan zorgen dat we echt gewoon heel lekker geld gaan verdienen. Dat zou toch tof zijn? Sales is noodzaak voor business. En noodzaak voelt als van, uh, ik moet het doen. Nee, je moet het doen, maar je, maar je kan het ook. Je kan ook van dingen die je moet doen, iets leuks maken. Um, niet alle verplichtingen zijn stom. Dat is een beetje ook een verhaal wat je jezelf kan vertellen, natuurlijk. Um, wat als we een nieuw verhaal over sales maken? Sales is goud sprenkelen. Jij hebt een ongelofelijke hoeveelheid goud in jouw toolbox. Jij hebt zo ongelooflijk veel in huis. Waar jij toffe dingen mee zou kunnen doen, waar je anderen mee zou kunnen helpen. En het enige wat jij hoeft te doen is dat aan andere mensen te vertellen. Dat je dat hebt. Gewoon een kijkje in die toolbox van jou te geven. Die winkeldeur open te zetten, bordje open te, aan te zetten en te zeggen, oké, okay, kom binnen. Ik heb hier dingetjes voor je. Wat heb je nodig? Um, kan ik je misschien helpen? Net als in een kledingzaak. Uh, komt er zo'n verkoopster op je af? Kan ik je misschien helpen? Uh, ben je op zoek naar een bepaalde kleur? Uh, wat zoek je precies? Um, gewoon eens informeren en vervolgens even meedenken met die klant. Wat, wa, waar kan ik jou nou mee helpen? Heb ik dat ook in huis en kan ik dat ook aan je geven? Sprenkel goud. Of, ook een, een leuke manier om naar sales te kijken. Um, zie je het als heerlijke tapas die je hebt bereid en die je gaat uitdelen? Je komt met een schaal tapas en je zegt: Hé, hey, ik heb hier heerlijke tapas. Um, ik heb vandaag lekkere zalmhapjes. Heb je er trek in? En dan is het natuurlijk aan die ander om te zeggen: Ja, heerlijk. Ik heb echt zin in uh, een zalmhapje. Of: Nee, dank je. Um, ik heb veel meer zin in een vegetarisch hapje. Oké, okay, it's all good. Ik bood het je alleen maar aan. Het zegt niks over mij dat jij geen zalmhapjes lust, of op dit moment geen trek hebt in zalmhapjes. Het zegt niks over hoe lekker dat zalmhapje is. Het zegt niks over hoe goed ik zalmhapjes kan maken. Het zegt alleen iets over de trek van de ander in het hapje. En dat is eigenlijk waarom sales, dus eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Want het gaat helemaal niet over jou en het gaat helemaal niet over je aanbod. Het gaat over die ander en of die trek heeft in jouw aanbod. En natuurlijk kan je je aanbod heel lekker eruit laten zien en zorgen dat iemand er superveel trek van krijgt. Maar er moet nog altijd wel een behoefte bij die ander zijn. Er moet honger zijn, anders komt het er niet. Dus het enige wat jij hoeft te doen is te vertellen: hé, hey, ik heb dit. En kijk er eens naar, proef het eens. Zie, zie eens eventjes of het voor jou iets zou kunnen zijn. En als jij voelt, ja, nou dat is nou echt een uitgesproken iemand die, waar ik, die ik zou kunnen helpen, dan mag je best een beetje aandringen. Niet te veel, maar wel een klein beetje. Want je mag best iemand helpen om een keuze te maken als ze het niet kunnen. Dat is ook sales. Dus de tweede opdracht is, ga eens eventjes een braindump maken voor jezelf. Met alles wat in je opkomt over wat er lekker is aan sales. Waarom zou je sales goed willen kunnen? Wat is nou, zeg maar, uiteindelijk de prijs? De eye on the price. Als je zegt van, als ik goed sales gedaan heb, dan heb ik dus best wel veel geld verdiend misschien wel. Of dan kan ik nu eindelijk eens een keer die vakantie boeken, waar ik al heel lang naar zit te verlangen. Kan ik uiteindelijk dat leuke cadeau's voor mijn kind kopen, wat ze eigenlijk al heel lang wil? Kan ik misschien wel uh, uh, voor mezelf een leuke. Leuke extra uh, opleiding gaan gaan aanschaffen of een cursus gaan doen. Of kan ik een mooie materialen kopen waar ik wat mee kan in mijn business. Weet ik veel. Maar je kan dan investeren in toffe dingen. Dus dat is er lekker aan sales. Maar bedenk voor jezelf wat voor jou zou kunnen werken. Wat voor jou echt een hele fijne gedachte is om aan te denken als je aan sales denkt. Een fijne gedachte. Als je goede sales gedaan hebt, wat gebeurt er dan met jou? Hoe voel je je dan? En maak daar eens gewoon een heel mooi verhaal van. En dan toewerkend naar de opdracht van vandaag. Wat werkt er al in jouw business? Heb jij al een keer sales gedaan? En hoe was dat dan voor je? Voelde het vervelend? Voelde het uh, leuk? Had je succes? Heeft iemand ja gezegd? Of heb je juist heel veel nees gekregen? Um, heb je het nog nooit geprobeerd, maar heb je wel al bijvoorbeeld een aanbod gecreëerd? Wat heb je al in huis? Maak daar ook eens een inventarisatie van. Heb je al iets wat je zou kunnen aanbieden? Um, heb je ook al mensen waarvan je denkt. Hmm, die zou ik wel leuk vinden als die mee zou doen? Heb je al een prijs bedacht? Wat heb je al? Nou, maak dat, zet dat voor jezelf op een rijtje. En kijk eens van: hé, hey, oké, okay, dit heb ik allemaal al. En wat zou ik daarmee kunnen? En ga dan heel concreet oefenen. En de opdracht voor vandaag is dus bedenk één aanbod dat je vandaag nog kunt verkopen. Dat mag iets kleins zijn van een tientje. Mag ook iets zijn van een euro. Het moet geld opleveren. Dus het mag een euro zijn, het mag 10.000 euro zijn, het mag wel een miljoen zijn, het maakt mij niet uit. Maar doe één aanbod aan één iemand of aan heel veel mensen. Maakt me ook niet uit. Als jij al een concreet aanbod hebt, doe het dan aan veel mensen. Als je al weet wie je doelgroep is, ga dan gewoon all in. Maar doe een aanbod. No matter what, geen smoesjes, gewoon doen. Um, en kijk wat er gebeurt. Nee heb je ja kunnen krijgen. Dat is het uitgangspunt. Dus ga ervan uit dat het nee is. En als het ja is, denk gewoon, jippie, het is gelukt. Um, als er twijfel is, laat het zijn. Kijk eventjes of je er een gesprek over kunt voeren. Als je voelt van hé, hey, die twijfel kan ik wegnemen, probeer dat dan te doen natuurlijk. Um, ga ook bij jezelf na van hoe wil ik dat aanbod dan precies doen. We gaan hier nog verder op in wat voor mogelijkheden er allemaal zijn wat dit betreft. Maar voor nu is het gewoon, weet je, go, go with the flow, doe het gewoon. Roep tegen één iemand: hey, by the way, hier zit ik over te denken. Ik ben, heb een pilot in mijn hoofd of hey, ik heb al een online programma. Um, Lijkt het je wat? Nou, in dat kader doe ik ook een aanbod vandaag. En mijn aanbod is een één op een traject van drie maanden en het één op één traject van drie maanden dat is normaal de prijs is namelijk omhoog gegaan in september 1250 euro en dat is drie maanden en dat betekent zes sessies en tussendoor kan je met me via WhatsApp en via mail kun je met me sparren over dingen uh, bijvoorbeeld, hoe krijg ik meer structuur in mijn business? Bijvoorbeeld, hoe kan ik nou eindelijk eens dat boek gaan schrijven wat ik wil schrijven? Of die speech gaan creëren die ik altijd al wilde gaan geven? Of hoe kan ik gewoon op een structurele, leuke manier content maken vanuit mezelf, uh, wat bij mij past, bij mijn kernwaarden? Dat soort vragen, daar help ik je mee. Uh, in zes sessies, drie maanden lang. Uh, vanaf nu. 997 euro. En uh, ja, als je het wil, dan uh, kun je me een berichtje sturen. Um, ik heb maar uh, twee plekken, maximaal. Dus uh, als je het wil, dan uh, ja, be quick. Um, dat is mijn aanbod voor vandaag. En uh, als je daar vragen over hebt, kan je me altijd even een berichtje sturen. Um, als je vragen hebt over deze opdrachten, um, stuur me dan ook een berichtje. Heb je last van uitstelgedrag? Dan heb ik een tip voor je. Dit geldt voor alles wat je uitstelt, ook ochtends opstaan. De 5-second rule. Op het moment dat je het wil gaan doen en je twijfelt, of je denkt, er komen stemmen in je hoofd. En je denkt, hoe oh, moet ik het nou echt gaan doen? Oh nee, ik ga het echt niet Ik doe het morgen wel, maakt niet uit. Gebruik de 5-second rule. Lanceer jezelf naar de taak toe. Doe 5, 4, 3, 2, 1, go. Pak die telefoon op, stuur die mail, uh, stuur die uh, DM, um, maak die nieuwsbrief, druk op send, um, maak die video, whatever jij moet gaan doen, 5, 4, 3, 2, 1, 0 en ga doen. En elke keer als je merkt, ik word afgeleid, oh, ik ga toch met iets anders bezig, oh, een andere gedachte laat zich, laat zich uh, opdringen. 5, 4, 3, 2, 1, actie. Dat is mijn tip voor vandaag. Om aan de slag te gaan. Als je vragen hebt, catatconno.com, daar kan je het beste bereiken. Um, Super leuk dat je meedeed vandaag. Heel veel succes met jouw um, aanbod. Je mag het aanbod altijd in de besloten Facebookgroep doen. Um, er is geen um, uh, restrictie op verkooppraatjes. Voor uh, nu. <laughs> dus uh, grijp die kans. En uh, ja, ik zie je gauw uh, bij de volgende video, uh, waarin we weer verder hierop ingaan. Tot dan. Ciao.